Langs de hekken van vliegbasis Schilzerijen is zondagmiddag een grote hoeveelheid chemicaliën aangetroffen. Waarschijnlijk gaat het om drugsafval. De tientallen vaten werden rond 2:30 gevonden langs de provinciale weg N282 bij Rijen. De brandweer heeft metingen verricht en de situatie veiliggesteld. De meer dan 30 sherrycans zijn later die middag afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Wie het drugsafval er heeft achtergelaten is niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak. Ik kan hem ook even een kop halen en dan moet ik ook zo weer.